De voorzitter van de bond bij Nieuwmond Suriname, Merwin Leeflang, is helemaal niet te spreken over de wijze waarop de mensen van het gebied worden behandeld door het bedrijf. Hij vindt dat werknemers van Paramakanse komaf een stiefmoederlijke behandeling krijgen. Tijdens de kroete op Lange Tabiki afgelopen zaterdag was Leeflang daarom niet zuinig met zijn kritiek. Hij zegt dat de gemeenschap zich moet bundelen om een betere behandeling van Nieuwmond af te dwingen. Omdat ze Nieuwmond en doen aan Paramakasma. Naboom. Ook aan prijzen denk ik. Ook aan prijzen de Chowagana. Misabi. De Chowagana gaat er weer de gwen. Maar dat is een criminal krintaki. De man die ziet, de ne doen next year. Captain, me beg you pardon, no man di me begunu. Mamina on chiporti sanamboy, efte me shie libi takru na ngamisma, nyo taken. Dene libi boom, boom, and dene du boom, boom. No wapa makasma ne kis leiding dape. Schoonmaakster, tuinman. Schoonmaakster, tuinman. Aftatu boonomo, terwela umbusija, na unja de chagua Afrika usabi undiga Afrika de ti wandala na aladen dorpu de tudata na uno. Leeflang zegt verder dat Nieuwmond Suriname bewust verdeeldheid probeert te creëren onder de Paramakaners. De bondsvoorzitter had daarom een duidelijke boodschap voor het traditioneel gezag. Moro. Want sa Nieuwmond te doen uno de detecten gezagdrager dat is de bevolk. Detecte gezagdrager, de kapitein, de aladema, dat is de bevolk. En daarom heb ik mijn vakbond. Aan de politieke partij, mijn vakbond. Daar weer meer met de papadrijf. Maar ik wil het samen begonnen. Tot zover bondsvoorzitter bij Nieuwmond Suriname, Merwin Leeflang. Tijdens een kroeto op Lange Tabiki afgelopen zaterdag heeft hij de gemeenschap opgeroepen zich te bundelen tegen het bedrijf. Onze nieuwsdienst heeft contact opgenomen met de senior director external relations van Nieuwmond, Albert Ramdien. Hij stond echter op het punt van vertrek naar het buitenland en zal bij terugkeer ingaan op de aantijgingen gedaan door de bondsvoorzitter.